1. Drink veel water en alleen maar water, want van frisdrank of alcohol krijg je alleen maar meer en meer dorst. 2. Blijkbaar zou warme thee ook helpen om af te koelen. Want in landen als Turkije, Egypte of Tunesië drinken ze ook veel thee. Het is het proberen waard, althans. 3. Tip nummer 3. Zet die ventilator aan, als je er een hebt tenminste. Of nog beter, misschien airco. Maar zet die niet te koud, want anders is het verschil tussen de buiten- en de binnentemperatuur iets te groot. Als het binnen 22 graden is en buiten 32, is dat een ideaal verschil. 4. Tip nummer 4. Doe je gordijnen of rolluiken dicht, want zo blijft het lekker fris binnen. 5. Koel je lichaam ook af door regelmatig een douche te nemen. Kan wel helpen, liefst met lauw water. 6. Nummer 6. Trakteer jezelf misschien op een ijsje. Het is fris en bovendien lekker. 7. En dit is volgens mij de leukste tip. Ga gewoon naar de zee. Als er geen file is natuurlijk. 8. Nummer 8. Hou het op het heetst van de dag gewoon rustig. Probeer tussen 12 en 4 uur 's middags weinig te doen. Hou dan bijvoorbeeld een siesta of een powernap. 9. Spring gewoon in het zwembad. Kan deugd doen. 10. En denk ook eens aan onze huisdieren, want die hebben het ook warm. Geef ze regelmatig vers en fris drinken.